van harte welkom, beste kijkers, bij deze aflevering van Kennisgeving. In dit programma gaan we in op actuele vraagstukken. En één zo'n vraagstuk is natuurlijk de ontwikkelingen binnen de overheid, de digitale ontwikkelingen binnen de overheid, beter bekend als e-gov. We praten vandaag daarover met de coördinator, de heer Gardelito Hewaki. Heer Hewaki, welkom. Natuurlijk, voor degenen die het niet weten of het nog niet goed begrijpen, wat is e-gov precies en wanneer is dit allemaal van start gegaan? Het makkelijkst gezegd, e-gov, electronic government, de elektronische overheid. Wat zijn onze primaire taak is om de processen van de overheid te simplifieren, vergemakkelijken en dan in de elektronische vorm te gooien, zodat die beschikbaar is voor ieder waar die dan ook woont. Op dit moment moet je voor in principe bijna alles naar Paramaribo. Voor CBB zijn er wel bureaus in de verschillende districten of wijken. Maar voor een simpel ding als een geboorteakte zou je het kunnen aanvragen in Ikeri en weken wachten. Maar als je hem sneller wil, zou je naar Paramaribo moeten komen. Uw paspoort moet naar vraagt u aan in Ikeri of in Albina. Maar de aanvraag wordt hier behandeld, dus ook bij een bespoediging zou je naar Paramaribo moeten komen. In tijd waar wij naartoe willen werken als e-government is dat in 2025 we een electronic government hebben waarbij je eigenlijk van huis uit je aanvragen doet, je aanvraag kan volgen. En dan ook weer een notification krijgt dat uw document of uw aanvraag afgehandeld is en u kunt hem ophalen. En als het even lukt met wetgeving en alles eromheen, dat je in principe gewoon thuis bepaalde zaken kan ontvangen. Ja. Of in een mailbox. Ja. En het begon eigenlijk al heel vroeg 2011, toen onder vice-president Amarali. Ja. Heeft een e-government commissie bij elkaar geroepen, waarbij er mensen van verschillende ministeries waren. De voorzitter toen was meneer Doekie, ik was een van de ondervoorzitters. En er waren ook mensen van de sector erbij, ICT-sector erbij. En we hebben in elk geval toen zijn we begonnen met het bouwen van de GovGrid. We zijn begonnen met het maken van de strategie 2012-2016. Er is toen ook een aanzet gedaan met de datacenter. Ons mailplatform toen hebben we ook van de grond gekregen en de websites voor de verschillende ministeries. Dat was het zo'n beetje route lijnen. Ja. Op een gegeven moment belandt alles in een stroomversnelling met als misschien, als ik het zo mag zeggen, met als resultaat in 2019 een topjaar. Waaraan kan ik denken als er over een topjaar gesproken wordt, 2019? Een topjaar omdat een aantal van de projecten die we toen hadden beschreven, tussen 2012 en 2016, waar we een heleboel niet hebben kunnen implementeren, dat we dat wel in 2019 hebben kunnen doen. Denk aan de introductie van onze EID, waarbij we de burger nu kunnen verzekeren dat hun identiteit veiliggesteld is. Mm-hmm. Aan het eind van 2019 hebben we ook nog de uitleesfunctie kunnen launchen. De bedrijven, banken enzovoorts kunnen nu een aanvraag doen bij de minister van Binnenlandse Zaken, waardoor in dit jaar nog, begin, laat maar zeggen, deze maand nog, misschien deze maand een beetje kort, maar in februari in elk geval, dat de eerste banken die over die functie zullen beschikken en dan, zolang je EID hebt, je geen uittreksel of andere documenten meer nodig hebt om transacties te doen bij de banken en de winkels die dat eventueel zullen hebben. We hebben de introductie uit van e-visa, we hebben de state-of-the-art conference rooms in gebruik kunnen nemen, zoals zowel op Busa hier, het kabinet van de president, het paleis en de posten in het buitenland. We hebben de eerste fase van het aanvraagsysteem voor grond en BNH voor concessies hebben we
Dat is allemaal gedaan, een QR payment system. Nu uiteindelijk, aan de eerste heeft e-GovMe gewerkt en de Agribank is daarna gevolgd met haar eigen MOPI. Dus ja, er is zoveel gebeurd in dat jaar, waarbij we de jaren daarvoor meer hebben zitten schrijven en strategie zitten maken. Hebben we dus, was 2019 het eerste jaar van implementatie en kijken we in elk geval terug op een succesvol jaar. Ja, er zijn een heleboel projecten natuurlijk uitgevoerd. Je noemde EID, Safe City, e-Visa en zo kunnen we doorgaan. Ja, ik heb eigenlijk maar een paar genoemd. Ja, sorry, Safe City heb ik ook niet eens genoemd. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste. Maar in het Nationaal Breedbandproject van Telesur hebben we dus samen met Telesur ook een heleboel kunnen doen. Maar belangrijk dat Telesur dat Nationaal Breedbandproject deed, omdat die bandbreedte, die access to internet is heel belangrijk om al deze diensten te kunnen implementeren. Ja. Welke van die projecten omschrijft u als pronkstuk, om het zo te noemen? Of zijn ze allemaal lievelingsprojecten, zeg maar? My most favorite is EID. En aan de andere kant, dat zeg ik ook direct, en daar hebben we nog wat challenges die we daar moeten wegwerken. En dat doen we ook heel binnenkort. Er komen nog 7 locaties waarbij uit het hoofd Stoelmanseiland een van moet zijn. En op de boven Suriname, Debike, om het zo decentraal mogelijk te maken dat burgers echt niet naar de stad hoeven te komen om hun EID aan te vragen en te verkrijgen. Maar dat is de basis eigenlijk. Je hebt 2 dingen die de basis vormen om je e-gov-infrastructuur op te bouwen. Eén is die connectivity. Daar is Telesur hard aan werkende. De infrastructuur is al gelegd. Nu moeten de gebruikers, de klanten worden aangesloten. Op hun mobiel is het al helemaal wat het zou moeten zijn. Daar mag ik ook mee helpen pronken. Als Surinamer moeten we daar trots op zijn. Als u kijkt naar de Global Index voor wat betreft bandwidth op mobiel, waren we ergens boven 150 en vandaag de dag zijn we in de top 40 in elk geval. En als we kijken naar de Amerika's bij elkaar, staan alleen de VS en Canada, als ik me niet vergis, hoger dan Suriname. Alle andere landen zitten daaronder. Ja. Ik zei dus dat de basis die je nodig hebt voor je e-gov-infrastructuur is connectivity. Dus daar is aan gewerkt, waar wordt aan gewerkt. En je digital secured ID. En daar mogen we trots op zijn dat Suriname in de regio het eerste land ook is die dat heeft geïntroduceerd. En dat moeten we koesteren en met z'n allen samen kijken naar hoe we het gaan verbeteren met elkaar. Ja, in de regio is e-gov een hot topic, de digitale overheid, dat is waar we allemaal naartoe koersen. Ja. Is het wel zo dat Suriname tijdens, tenminste dat vraag ik me af, als Suriname tijdens internationale meetings als voorbeeld wordt aangehaald, heeft u dat meegemaakt? Ik ben vorig jaar vanwege al het werk, ben ik vorig jaar voor het eerst gegaan naar een internationale e-gov meeting. En daar waren we niet in geen enkele ranking en listing, omdat we nooit bekend hebben gemaakt naar buiten wat we allemaal gedaan hebben. Toen ik er in Estonië was, onlangs om mijn credentials aan te bieden aan de mijn geloofsbrieven aan te bieden aan de president om ambassadeur te worden, heb ik gesprekken gehad met het e-government instituut. En die is over de hele wereld bezig om te helpen met de implementatie. En die schrokken van het lijstje van alles wat we geïmplementeerd hebben in Suriname. En die zeiden, how come that we don't know this? Yeah. Ik heb toen ook gewoon gezegd van, weet je, in plaats van alleen maar mooie websites maken en zeggen wat je wil doen, hebben we nu gewoon gewerkt aan het implementeren. En daar ze dus de basis hebben gezien, 1 in breedband, 2 de digital ID, secured ID system, hebben ze dus ook direct hun aangeboden om in het eerste kwartaal van dit jaar nog naar Suriname te willen komen om ons te helpen kijken naar onze roadmap, die bij te schaven indien nodig, zodat we sneller stappen kunnen gaan maken met de rest wat we nog willen en moeten implementeren. Ja.
Ja. Als we praten over de digitale overheid, is volgens u dat idee al genoegzaam doorgedrongen binnen die samenleving? Beseft men het? Ik denk van wel, want laten we zeggen, overal waar je komt, is de vraag van hoe kunnen we dingen niet makkelijker maken voor ons als burgers. Waarbij, dit is de key naar dat stukje succes dat de burger wil hebben. Dat die makkelijker aan documenten kan komen, makkelijker weet. Soms is het ook een stukje weten van wat heb ik nodig om iets aan te vragen. Dat die dingen gewoon clear ergens staan, je ze kan oproepen, opvragen op een website of via website en dat je je business met de overheid kan doen. En die ultimate step waar ik met het e-government team aan wil werken is dat je niet alleen van huis uit op een goed moment iets moet kunnen aanvragen, maar ook dat die aanvraag moet kunnen volgen. Mm-hmm. Dat je kan weten van hier, mijn aanvraag voor grond zit vast op die en die afdeling. Transparantie. Gewoon transparant, yes. Mm-hmm. Ja. Dat is je ultimate doel dat je wil bereiken. En zoals ik het al zei, ons doel is dat, het lijkt misschien een beetje ver, maar als we nu deze stap al hebben gezet en we door blijven gaan op dezelfde voet, dat in 2025 uiterlijk Suriname een paperless government kan hebben, waarbij je echt alles digitaal, alle transacties met de overheid echt helemaal kan tot doen. Nul? Papierwerk tot nul reduceren? Als het in andere kleine landen ook kan, waarom niet in Suriname? Okay. Ik bedoel, en als het in grote landen ook kan, Suriname heeft maar 600.000 mensen, we gewoon te groeien. Ja. Maar we hebben die, ook al bereiken we meer, het moet gewoon kunnen. En we moeten er gewoon met elkaar achter gaan staan en dan kan het. Mm-hmm. Nou zitten we in het nieuwjaar 2020. Ik neem aan dat er ook wat prioriteiten zijn vastgesteld. En ik heb begrepen ook dat u met betrekking tot de scholen een verrassing heeft. Misschien kunt u dat met ons delen. Nou, het is geen verrassing meer, ik heb dat gezegd. In maart, eind maart, als alles goed is, kregen we apparatuur beschikbaar voor 100 scholen. Het is een request die ik gedaan heb. Ik zeg in plaats van Huawei, ik noem het ook direct, Huawei doet zoveel werk in Suriname. En ik zeg, in plaats van incentives voor mensen, of ik zeg het ook gewoon hoe ik het gezegd heb, of andersoortige kortingen, schenk ons apparatuur voor een pilot voor e-learning. Ze hebben beloofd dat dat eind maart in Suriname moet aankomen, waarbij we dan 100 scholen in het achterland, beginnende in het achterland, dat we dan kunnen beginnen met de pilot. Met het team van e-government zijn we nu al bezig te kijken naar de inrichting voor het e-learning platform. In de komende periode gaan we samen met onderwijs en eventuele instellingen die al e-learning platformen hebben, kijken naar welke de beste is voor de overheid, mm-hmm. voor totaal onderwijs. En dan beginnen we met die pilot. In het zuiden van Suriname en dan komen we zo naar waar het eigenlijk het hardst nodig is om vanwege ook de gap met het onderwijs. Mm-hmm. En dan beginnen we dus in het achterland. Het gaat wel betekenen dat we de leerkrachten daar een beetje gaan moeten bijscholen, maar dan worden ze als het ware coördinatoren. Ze moeten toezien dat de kinderen hun curriculum volgen. Maar dan kunnen met een druk op de knop, zo men hier in Paramaribo kunnen weten waar moeten we extra aandacht aan besteden. Liever dat je dat gedurende het jaar of vooraf hebt dan aan het eind van het jaar wanneer je de cijfers ziet en ziet dat de kinderen het niet gehaald hebben. Ja. E-government is, ik noem het even zo, de basis voor die hele moderne samenleving, ja. Voor die overheid natuurlijk. Er zijn een aantal interessante projecten uitgevoerd. Safe City, e-visa, e-ID. Daar komen we straks op terug. Maar is er een evaluatie gemaakt over het verloop van deze projecten? Oké, voor Safe City sowieso. Daar zijn we niet maandelijks, maar we zijn wel periodiek met de veiligheidsdiensten. Zitten we samen en kijken we naar waar zijn er zaken die we aan moeten passen.
Er is laatst ook een rapport uitgebracht van zaken die we moeten fine-tunen. Ik heb het ook gezegd in het programma waarbij een programma is gemaakt over 1 jaar Chief City. Mm-hmm. Dat waar de gemeenschap zich druk maakte over high privacy. Ja. We wel een geval hebben gehad waar een politieagent in de comment center bezig was met het verkopen van beelden. Dat daar ook kordaat is opgetreden en is met ontslag gestuurd. Mm-hmm. Dus dat die systemen in place zijn zodat de controle kan worden uitgevoerd op wie doet wat. Mm-hmm. Ivisa, daar heb ik ook nauw contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in principe, ik heb ook laatst, gisteren dacht ik, was er een klacht waarbij mensen het hadden over dat het systeem niet bereikbaar was. Ik moest erom lachen en ik kan ook vandaag aan u meegeven en de kijkers. Dat het Ivisa-systeem onbereikbaar is, is onmogelijk. Waar we aan moeten wennen, en ik denk dat dat ook, dat Busha heb ik ook gevraagd om meer uit te komen, meer voorlichting te geven. Dat men nu gewoon moet weten dat als men naar Suriname wil komen, men niet meer gewoon naar Schiphol of op naar Salorang rijden om een toeristenkaart te kopen. Men moet het minimaal eigenlijk 3 dagen tot langer van tevoren aanvragen. Om niet verrast te worden als men komt of wil vertrekken naar Suriname. Ja. Omdat er geen toeristenkaarten meer verkocht worden. Hmm. Men moet het gewoon op tijd aanvragen en dat is geen vultje aan de lucht. Trouwens, we hebben niet eerst het beste bedrijf gekozen. Of zomaar een bedrijf gekozen dat net is uit de grond is gestampt om onze e-visa elektronisch te verwerken. Hmm. Het gaat om VFS Global, die in 151 landen werkt. Mm-hmm. Voor elk land in Europa waar je naartoe wil gaan, is het dezelfde afhandelaar die je doet voor Suriname. Okay. En die zorgt er dus daadwerkelijk voor dat niet alleen de back-office bereikbaar is en werkt 5 tot 6 dagen in de week, maar dat ook de servers niet uitvallen. Mm-hmm. Dus nogmaals, dat er mankementen zijn met het systeem, dat klopt niet. Het gaat gewoon om dat men te laat heeft aangevraagd. En dat is dus gebeurd. U had nog één. Ja, dus ik noemde SafeCity, EID, e-visa. Ja, EID, daar zitten we echt maandelijks met het ministerie van Binnenlandse Zaken om te blijven kijken en blijven tweaken. Er was een grote achterstand van mensen die hun ID-kaarten moesten ophalen. Het was 50.000. Het is nu binnen een maand, 6 weken, is dat 25.000. We blijven, er zijn nagenoeg geen achterstanden meer in de printing house voor wat betreft het produceren van de kaarten. Dus nu gaat het erom dat als wij binnen 2-3 weken nog 5 tot 7 extra locaties in gebruik nemen, dat er een spreiding is voor het aanvragen en afhalen van uw kaart, waardoor dan de druk ook het makkelijker verwerkt kan worden. Ja. En ik zeg het altijd mooi, ook aan het team en de mensen daaromheen. Het implementeren van iets is niet zo moeilijk. Mm. Maar het onderhouden en het blijven tweaken, dat is de kracht. En dat maakt dat hetgeen je hebt geïmplementeerd blijft werken. Mm. Omdat als je de dag van implementatie is er een bepaalde vraag, maar daarna kan het dat dingen veranderen en dan moet je dus blijven tweaken. Ik weet niet, voor SafeCity voor dit jaar hebben we dus gepland dat we in februari nog de palen in Wanica in gebruik moeten nemen. Gepland staat ook nog de 100 nieuwe locaties landelijk in alle districten. Mm-hmm. Met aanvulling in Paramaribo en Wanica. Daar wachten we nog op de grant van China om anytime te horen dat we mogen starten daarmee. En van de minister van Financiën hebben we reeds toestemming dat we mogen uitkijken naar nog 125 om het netwerk te verrijken, zodat we niet in alle hoeken en gaten, maar de meest belangrijke locaties kunnen voorzien om die veiligheid een boost te geven.
Maar ten aanzien van Safe City, met de uitbreiding later, die 100 zoveel locaties, zei u, die erbij komen. Ja. Gebruiken we dan nog steeds één command center of krijgt elk district één? Nee, die command center die daar gebouwd is, is goed genoeg om alles te kunnen coveren. Mm-hmm. Dat hebben we ook zo gepland, niet dat we dus weer moeten gaan uitgeven. Okay. Het enige wat we moeten uitgeven is in de locaties en storage voor de opslag van de beelden. Mm-hmm. Blijven even hangen bij Safe City. Safe City wordt Smart City. Ja, dus een van de plannen voor dit jaar nog is dat wij de Traffic Violation and Detection System willen implementeren. Het betekent met veel woorden dat we de route automatisch gaan detecteren. Okay. Als u te hard rijdt, we weten nu allemaal dat er te veel verkeersovertredingen zijn in Suriname en we eigenlijk te veel Surinamers hun leven verliezen. Dus we moeten iets daaraan doen en de trend in de wereld is, in plaats van dat we politieagenten op gezette tijden maar aan verkeerscontroles kunnen laten doen, dat we dit door systemen laten doen. Mm-hmm. En met de Traffic Violation and Detection System betekent dat als er flitsers bijkomen in het netwerk en camera's die kunnen detecteren wanneer u of over een lijn gaat waar u niet mag of ergens stopt waar u dat niet mag, door route rijdt, wat nooit mag, dat die dan automatisch worden geregistreerd en in principe gewoon politieagenten bewijzen van moeten confirmen dat dat gebeurd is en u dan ook digitaal, hetzij of thuis, de boete krijgt. In plaats van dat, zoals ik al net zei, we op gezette tijden verkeersacties hebben. Die kunnen natuurlijk ook nog doorgaan naast het systeem, maar dit zal denk ik wel een handje bij helpen. En doordat je dus naast Safe City een tweede vorm, een digitale vorm van registratie van, in dit geval, verkeersovertredingen begint toe te voegen. Dan begint het de eerste fase te worden van Smart Nation. Ja, daarmee beïnvloed je dus positief natuurlijk het rijgedrag van onze Want iedereen die spreekt begint te denken, ja, de staat gaat veel geld verdienen aan boetes. Nee, ik wil het juist omgekeerd stellen. We moeten ons regendrag gaan corrigeren, waardoor we minder van die foute brokken maken in het verkeer. Okay. Ik vroeg me even af, wanneer het punt is bereikt dat alle projecten zijn gerealiseerd, houdt EGOV dan op te bestaan? Nee, want net als in, en dan noem ik weer Estonia, het is het nummer één e-government land in de wereld. Er is altijd iets dat je moet gaan vereenvoudigen of gaan verbeteren. Want na jaren zie je ook dat bijvoorbeeld bepaalde stappen overbodig zijn. En dat je bepaalde dingen die voor nu op dit moment normaal lijken, zijn over een jaar of vijf is de situatie anders en moet je toch blijven tweaken en kijken naar hoe ga je verder mee om. Ja. Een van mijn gesprekken daar werd ook aangegeven, dus dat je begint bijvoorbeeld met het sharen van de data. In eerste instantie lees je het af, net als hoe wij hier zijn begonnen. En op een goed moment ga je die data ook gewoon sharen, waarbij in principe ieder bij de overheid aan data van burgers kan komen. En waar zijn ze nu bijvoorbeeld mee bezig? Als uw data als burger is ingelezen, kan de burger zelf zien wie aan jouw data is gekomen en heb je ook het recht om te kunnen vragen van maar waarom bent u ingelogd in mijn folder. En de wetgeving blijft zich ook aanpassen. Dus voor e-government, er is niet een moment om te zeggen van oké, we hebben alles gedaan, dus we stoppen. Vlak daar kan ook alles in elkaar vallen. Er moet controle ook blijven op de systemen, auditen en tweaken, zoals ik het al zei. Ja, ik zei het al eerder, 2019 is een topjaar geweest. Maar waren er momenten waarbij zeg maar toch wel wat stagnatie optrad in het project?
Of in het hele programma? Kleine hiccups. Wat we misschien wat sneller zouden hebben gewild, als we even kijken bijvoorbeeld naar Safe City. De stroomaansluitingen, daar had je soms, ik moet zeggen, de DC's die waren heel snel. Als we toestemming vroegen, dan kwam dat echt heel snel. Mm-hmm. Bij de stroomaansluitingen liep dat een beetje moeilijk. Tot op een gegeven moment dat in een versnelling ook is geraakt. Bij EID. Dan natuurlijk hebben we rekening moeten houden met wat betreft de wetgeving. Mm-hmm. Bij het Nationaal Breedbandproject. Ik zal niet zeggen het tekort. Ja, het is toch wel een beetje een tekort aan lokale ondernemingen, krachten die konden meehelpen voor wat betreft de aansluitingen. Daar heeft Telesuur toch wel nog wat issues mee, maar we hebben erop gestaan dat Huawei niet met subcontractors van buiten kwam, omdat we dus ook wilden dat er gewerkt werd aan de human capital in Suriname. Ja. Want het is makkelijk om bedrijven te nemen uit het buitenland te komen, helpen met de implementatie. En dan is dat op een gegeven moment iedereen weg en niemand hier is opgeleid. Dus dat maakt dat er toch nog wat mensen zijn die klagen over dat hun speed een beetje thuis nog wat aan de lage kant ligt. Omdat er nu gekeken moet worden naar de last mile, zoals de directeur van Telesuur dat zei. De afstand tussen de centrale en de klant. Dus daar moet er nog naar gekeken worden. En daar heb je echt handen voor nodig. Mensen die dus dat stukje moeten doen. Maar overal kan ik niet echt zeggen dat er hiccups waren. En daarom noem ik ook 2025 voor de rest wat wij allemaal willen implementeren. Omdat er hier en daar ook nog wat wetgeving is die aangepast moet worden. Technisch zouden we een heleboel nog binnen 2 jaar kunnen doen. Ja. Maar met je wetgeving moet veranderen, dan zeg je van, je houdt daar rekening mee dat het langs de RVM, de staatsraad, DNA, met nog aanpassingen moet komen. Mm. Vorig jaar vond de presentatie plaats van die e-reader, in het perscentrum, meen ik. Daar waren een aantal actoren uitgenodigd, banken, noem maar op. Hoe zit het daarmee nu? Loopt men nog warm om dat uit te voeren? Ik denk aan de banken bijvoorbeeld. Ik moet zeggen dat we na die presentatie, in elk geval alle banken, iedereen die er was, bleef vragen van wanneer hebben we de informatie uiteindelijk, ze hebben die gehad. Ik denk, ik moet even zo met de minister van Binnenlandse Zaken moeten checken, maar ik denk dat iedereen hun aanvraag al gedaan zal hebben en ook hun readers al aangeschaft. Zal hebben. Mm-hmm. Omdat ook niet alleen voor de overheid is dat een gemak. Mm-hmm. Voor de banken ook. Want nogmaals, ze hebben geen papieren stapels meer op na te houden van informatie of dat ze vanuit een geboorteakte of een uittreksel weer data moeten invoeren. Het is zo makkelijk dat echt uw EID-kaart gelezen wordt en de informatie één op één in het systeem overgenomen kan worden. Wat het werk makkelijker voor ze maakt, maar het wordt ook secuurder, want ik kan niet met uw naam, met een ID-kaart, een nagemaakte ID gaan en doen alsof ik u ben. Mm-hmm. Want de informatie gaat niet uit de kaart gelezen kunnen worden. Uw vinger ga ik niet kunnen lenen, uw vingerafdruk om ook te valideren dat ik u ben. Dus voor de banken, speciaal voor de banken natuurlijk, is dat een veel veiliger en makkelijker manier van werken. Eerder in het programma noemde u al een aantal projecten. Tenminste, u noemde dat van het achterland, e-learning. De 100 scholen die in aanmerking komen voor het afstandsonderwijs, om het zo te noemen. Ja. Het betreft weliswaar een pilotproject. Safe City wordt natuurlijk uitgebreid naar de districten. We gaan richting Smart Nation, Smart City, Smart Nation. Zijn er nog
andere interessante ontwikkelingen die we mogen verwachten? Ja, zeer zeker. Het eerste waar we beginnen is dat we deze week nog starten met een pilot voor het document management system voor de overheid. De eerste stap om te komen bij de paperless overheid, want het document management system gaat dat fysieke papier overnemen. Ja. We beginnen met de pilot en de training deze week nog, zoals ik al zei, op het ministerie van Buitenlandse Zaken, kabinet van de president en het ministerie van NH. We denken een maand tot 6 weken te piloten. Mm-hmm. En daarna bouwen we dan verder uit met andere ministeries. En we moeten dat zo zien. Elke brief van de burger of onderling tussen de ministeries zal ingescand worden. Gaat dan langs alle afdelingen die erop moeten reageren via het systeem. En wanneer het naar een ander ministerie moet gaan, wordt dat ook dan in het systeem toegewezen of doorgestuurd. Dus binnen de overheid zal een aanvraag altijd te traceren zijn van hé, waar ligt die brief? Want nu heb je soms dat meerdere ministeries op een aanvraag op een brief moeten replyen en dan is het een belwerk om te gaan bellen om te kijken van is die brief al bij jou gepasseerd? En nu in het systeem zal dat dan gemakkelijk te zien zijn. Ook als een brief te lang op een afdeling is, kunnen er ook triggers worden ingesteld en dat er alarmpjes komen van mm-hmm. Hey, die mannen houden die brief te lang bij zich. Dat is het eerste. Mm-hmm. Onze hoop is om dit jaar biometrische paspoorten te introduceren. Waarom biometrisch? Kan direct ook weer een hele heisa gemaakt worden. Het is zo dat de vraag ook reist om naar landen zoals Nederland visa-vrij te mogen reizen. Een van de eisen van de EU, of de grootste eis van de EU, om landen om een visa-free agreement te kunnen sluiten met landen, is dat ze moeten beschikken over biometrische paspoorten. Dus dat is, maar ook voor het gemak, als we dat even terzijde laten, voor het gemak als je op bepaalde airport komt zijn er rijen om te stempelen. Mm-hmm. En waar je de automatische poortjes hebt waar men met biometrische paspoorten langskomt, is er in 9 van de 10 gevallen geen drukte. Ja. Dus waarom zouden wij dat voor onszelf als land niet mogen hebben? Maakt het reizen alleen maar makkelijker voor degenen die dat ook doen. Neem dat tijd in beslag om dit uit te voeren, dit project? We gaan met een stukje wetgeving zitten. Okay. Dus het implementeren daarvan, op dit moment, anytime moet er een request for proposal uitgaan naar verschillende bedrijven om een voorstel te kunnen doen van hoe ons biometrisch paspoort eruit zou kunnen of moeten zien. Mm. We hebben natuurlijk wat randvoorwaarden als land, qua veiligheid. Maar ook hoe het er document eruit zou moeten zien. En als dat binnen is, gaat het om een wetsvoorstel maken en dan moet dat richting DNA. En wanneer dat is goedgekeurd, dan kunnen we zeggen van oké, vanaf die dag hebben we als land ook biometrische paspoorten. Okay. En dan denk ik dat we de keuze ook gewoon gaan laten aan de burger om indien, want ik denk wel dat dat iets duurder zal zijn, maar voor degenen die dat willen, dat die dan direct overstappen op de biometrische paspoort. En tot de reguliere op zijn, om het zo te noemen. Maar dat is nog een kwestie van... Is de bedoeling dat alles vervangen wordt? Dus de oude voorraadpaspoorten die... In principe zou je, omdat er al voor betaald is, zou je dat willen opmaken. Okay. Maar het wordt een beleidsvraagstuk hoor. Van wordt het besluit genomen dat we het in 1 keer doen. En nogmaals, voor de mensen, ik denk dat in tijd, als wij willen zeggen dat we willen gaan richting visa-free agreements, ja. Ik noem uit het hoofd Estonia, die heeft ook gewoon hard gezegd, het moment jullie biometrische paspoorten hebben, hebben we een visa-free agreement tussen de twee landen. Okay. Dus dan moet je wel, denk ik dat we wel gaan moeten kiezen om te zeggen van oké, op een bepaald datum stoppen we met de normale paspoorten. Mm-hmm. Ja, traffic violation hebben we al gezegd. Rijbewijzen? Rijbewijzen willen we ook dit jaar wat mee doen, biometrisch. Maar dat, daar zijn we nog in gesprek met het ministerie van Jospol. Okay.
Maar daar vallen de rebewezen onder. Maar dat komt sowieso omdat in het secure document system dat we hebben aangeschaft, waar de EID onderdeel van is, zitten rebewezen al in. Okay. Dus ergens dit jaar zou dat sowieso ook moeten gebeuren. De migratie is nog niet helemaal afgerond. We hadden gehoopt dat dat vorig jaar afgerond moest zijn. De migratie voor de naar edgov.sr, waarbij alle achtervoegsels van president.gov.sr of foreignaffairs.gov.sr gewoon alles naar één edgov.sr moet worden. We hebben onderling met de ICT'ers van de verschillende ministeries gesproken en echt met elkaar afgestemd dat we eind van deze maand daadwerkelijk iedereen moeten hebben overgezet met maximale uitloop naar 15 februari. Mm-hmm. En dat we dan stoppen met het oude platform, zodat iedereen op edgov.sr is, waarbij we de overige ambtenaren die nog geen e-mailadres hadden of hebben, dat we die ook een e-mail van een e-mailadres voorzien, zodat we, als we dat moment bereikt hebben, dat we de salarisstrookjes kunnen stoppen met printen en gewoon kunnen mailen naar de ambtenaren. Dat is een hele rompslomp, hè? Dat van de slipjes elke maand weer. Ja, en de kosten die daarbij, Meekomen. Dus okay. Dat wordt dan ook een hele besparing voor de overheid. Dus men krijgt via mail dan een overzicht? Dan een overzicht. Geweldig. En dan hoef je ook niet meer te gaan zoeken naar waar is mijn slip en het hele geloop met de salarisslips. Dus okay. Dat is dan dat is meer richting de overheid zelf. Ja. En naar de burger toe willen we dus de customer service line 5555, die we toen in het leven hadden geroepen voor de basiskaart, die willen we herintroduceren, maar dan naar de hele overheid toe. Dat elke klacht of comment voor de overheid dat naar één platform kan, komt op de desbetreffende ministerie of het departement en dat u dan ook weer antwoord krijgt binnen afgesproken tijd. Dat zijn zo in grote lijnen de zaken waar we aan willen werken en op my personal favorite was al genoemd, e-schools. Dus dat de pilot begint en dat we dan verder kunnen gaan. Ja. Maar wat heel belangrijk is dat er ook een team al bezig is om te kijken naar te werken aan het institutionaliseren van e-government. Omdat e-government nu een coördinaatschap is op het kabinet van de president, maar je wil toch graag dat het geïnstitutionaliseerd is met wetgeving om het te beschermen, zodat om in elk geval voor voortgang te zorgen. Ja. Oké. Okay. We naderen het einde van dit vraaggesprek, meneer Hiwaki. Interessant om te horen wat we allemaal zeker dit jaar mogen verwachten nog op e-gov gebied of op het gebied van zeg maar de digitale ontwikkelingen in het land. Ja. Was er nog iets dat u wenste toe te voegen? Nou, Paciëntie, no? Alles komt goed. Nee, het komt sneller goed dan we hadden gedacht, dan we hadden gehoopt. Ik had niet, aan het begin van 2019 had ik in elk geval niet voorspeld dat we zoveel zouden kunnen doen. Okay. Het team wordt ook groter, dus ik denk dat we die capacity hebben om wat we in elk geval gepland hebben voor 2020, dat we dat kunnen halen. Wat ik niet genoemd heb, wat we wel op de begroting hebben gezet, we moeten nog even kijken hoe we daarmee omgaan, is om elke burger, eigenlijk is het nog steeds mijn wens dat we elke burger in dit jaar nog van een e-mailadres kunnen voorzien. Waarom een e-mailadres? Om de communicatie gewoon met uw overheid te vergemakkelijken. Maar ook als het mocht gebeuren dat we bepaalde processen sneller kunnen gaan digitaliseren, dat u eventueel van huis uit toch nog dit jaar misschien een uitreksel kan aanvragen. En dat is een veilige manier om die te ontvangen in uw eigen e-mailadres. Dus we kijken of daar iets met wetgeving mee gedaan moet worden. En of het haalbaar is, zodat we de eerste stappen daarmee beginnen te maken.
Die government is er nogmaals om het leven van de burger te vergemakkelijken. Dus we zetten ons hart in om dat in elk geval te doen. Thank you, sir. We zijn dan hiermee beter geïnformeerd. En ja. Natuurlijk stemt het ons goed om te horen dat 2019 een topjaar is geweest. Ja. Ja. Goed, dank u wel nogmaals voor uw komst naar de studio en succes verder met de komende projecten die gepland staan. Dank u. Beste kijkers, dit was dan wederom een aflevering van Kennisgeving. We spraken over e-government. Vertaald is dat de digitale overheid. Er zijn heel wat plannen uitgevoerd, maar er zijn ook plannen die dit jaar worden uitgevoerd. We volgen dit alles natuurlijk op de voet en zover wij meer informatie hebben, dan komen wij bij u terug. Bedankt, dit was Kennisgeving.